En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten, dat niet laten. Ook al zegt ze meestal niks, geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het, en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Goedemorgen meneer, hier op de markt in Hatert. Heel veel jongeren zijn op dit moment aan het feesten. De studenten zijn bezig met een kennismakingsweek. Maar al met al loopt de corona wel erg op, met name in de grote steden. Morgen komt de minister-president voor de tv. Vindt u dat hij een speciaal woordje voor de jongeren moet hebben en die ook echt aan moet spreken? Ja, dat zal een keer tijd worden. Ze hebben in het begin gewoon de fout gemaakt om de jongen helemaal weg te duwen. Maar die hadden nergens geen last van. Nee, en nu zie je dus dat ook jongeren corona kunnen krijgen. Ja. En wat het punt natuurlijk een beetje is, we zijn wat ouder, dan gaan die oudere mensen besmetten. En dan zitten we dadelijk in een lockdown. Ja, maar wij doen het allemaal zo netjes mogelijk. En die jongelui, ja, als er tegen je gezegd wordt dat daarna van, voor jullie geldt dat niet, dus... Nee. Ja. Maar als nou de studentenverenigingen dit meer aan zouden pakken? Die zou het, ja. De subsidies die ze krijgen, die zullen ze zich een beetje in moeten perken dan. Dan schijnen ze er van eens wat meer uit. Ja. Dat hoop ik. Ja. Maar het strakker aanpakken morgen van de minister-president, bent u helemaal voor? Dat wel, ja. Maar niet voor mondkapjes. Nog een mondkapje? Nee. Daar ben ik echt niet voor. Waarom vindt u geen mondkapje? Nou, dat belammert gewoon. En we zijn Nederlanders, echte Nederlanders. En wij houden er niet van om zo betutteld te worden. Dat is waar. We zijn onze vrijheid gewend. Ja. Maar als u in het openbaar vervoer zit, ja, dan zult u moeten. Dat zou wel moeten, maar daarom ga ik ook niet meer openbaar vervoer. Want ik heb van het jaar best een kaart gehad. Nou, we zijn één keer mee geweest in het begin van het jaar en daarna niet meer. En dan ga ik gewoon met de auto weer. Ja. Ja, dat is natuurlijk de andere kant, hè? Ik pak gewoon de auto als ik aan ze toe moet. Ja. Ik vind van wel. Ik zeg, wij ouderen letten op alles. Maar de jongeren, nou, chaotisch. Nee, en het is wel zo natuurlijk dat als daar corona weer gaat opspelen, en dat gebeurt op dit moment al, dat wij ouderen daar de dupe van zijn. Ja, zeker weten, want wij ouderen, wij letten op alles. Ja. Wij houden alles in de gaten, maar de jongeren lopen maar in de winkels. Ze duwen gewoon omver. En als je wat zegt, worden ze gewoon boos. Kijk, hebt u wel eens wat gezegd? Ik heb iedere keer wat gezegd. Soms sta je bij de kassa, je houdt afstand, maar de ander staat precies achter je. Ja. En dan ga je wat zeggen en dan kijken ze zo raar aan van mensen. Houd toch op? Ja. Dus morgen een strakke toespraak van de minister-president, speciaal voor de jongeren, vindt u? Ik vind van wel. Ik denk het wel, want het wordt weer erg. En dus zitten we niet op te wachten eigenlijk. Maar de jeugd zeggen ze wel, het de toekomst, maar nou niet eigenlijk. Nee. Denk ik tenminste. Maar als hij morgen duidelijker is, zou dat helpen? Ik denk het niet. Ze gaan toch gewoon door? Nee, want er is duidelijk gezegd hoe ze er eigen moeten houden. Geen feesten, niet anderhalve meter. Soms moeten ze kapjes op, doen sommigen ook niet, want die vinden flauwekul. En dat komt ook, er zijn partijen die erop tegen zijn, die zeggen dat helpt niet. Nou, daar luisteren de jeugd naar. Maar nou zag ik gisteren toevallig, die studenten die waren met folders bezig, dat ze niet wouden feesten. Dus daar zitten we altijd goeie bij, maar daar zien er ook bij. En net wat ze zeggen, als ze eenmaal in een café zitten, de eerste uur houden ze eigenlijk aan de regels. Maar dan, ja, als ze wat op hebben, dan gaan ze feesten. Ja. En dat zie je in het buitenland, is het heel erg. En het ergste is, ik heb het al toen ze die vakanties begonnen, ik zei, die komen ze niet allemaal terug. En dan zitten we weer met de gebak. Wij houden er een beetje rekening mee. Ja, wij zien dan weer ouder. Ze zeggen, dat is de risicogroep. Ja. Dus, maar ja, die jongen minder. Als wij besmet worden op onze leeftijd, dan is het natuurlijk wel heel lastig, hè? Ja. En heel ernstig kan het zijn. Ja, we werden niet geholpen, hè? We zien afgeschreven dan.
Is dat echt? Ja, is het. Ja. Ja. Ja, en dat voelt natuurlijk niet goed, hè? Nee, en ik denk ook, zoals die verpleging in het ziekenhuis, ja, die is hier nog niet hersteld van die afgelopen tijd. Die zitten er zeker niet op te wachten? Nee, die zitten er niet op te wachten, dus... Ja, dus we wachten eventjes af. Strenge toespraak morgen. Ja, ja. En dan de ene burgemeester die zegt weer zo, de andere mag weer van alles doen. Ja, dus, dan is het natuurlijk ook wel lastig, hè? Dat maakt het ook wel lastig. Hè? Waar, ja. Dan moest er goede regels zien. Maar Ja. Maar dat zie je in het verkeer, de jeugd houdt er ook niet van. Want elk weekend liggen ze wieljes omhoog. Ja. Ze mogen niet drinken, ze mogen niet met die blonnetjes. Nee. Ja. Maar jullie denken, wij kunnen dat wel. Ja, ik vind ook dat ze strenger s'avonds de boel dicht. En dan die jongeren inderdaad strakker aan gaan trekken. Ja. Touwtjes. Het is feesten en het is. En we zien het in de grote steden dat het volloopt, misloopt. Ja, inderdaad. En dadelijk een lockdown en dan? Ja, dan zitten we. Hebben we onszelf allemaal mee. Dat bedoel ik. Ja. Nou, ik merk wel dat bijvoorbeeld als je het over de introductie hebt, hè, die gaat niet in zijn geheel door. Strenger moet, ja, ik weet het niet. Ik heb daar niet genoeg kennis over, denk ik. Maar je ziet wel ook aan de cijfers dat steeds meer jongeren besmet raken. Dus in dat geval zou je een argument hebben om ja te zeggen. Maar ik hoop op het feit dat wij als jongeren alsnog genoeg verantwoordelijkheid kunnen nemen om zich aan te kunnen passen. Dus daar hoop ik op. Maar het blijkt toch wel hè, dat als ze lekker gezellig uit zijn, en wij weten als ouderen dat ook, hè, dat natuurlijk kei gezellig is en dat je toch een keertje dichter bij elkaar gaat staan om een praatje te maken, want zo is het gewoon. Is inderdaad, hè. Zo, ja. Maar van de andere kant, coronabesmettingen voor jonge mensen, die geven het weer door aan ouderen. Klopt. En binnen kort zitten we weer in de lockdown. En dat willen we niet. Nee, dat willen we niet. Dat ben ik met je eens. En als ik over mezelf persoonlijk praat, ik woon met 3 anderen samen. Zoals 2 ook een tijdje ziek geweest, geen corona gehad. Maar daar heb ik zo weinig mogelijk contact met anderen gehad. Ik ben voor hun naar de winkel geweest. We hebben ook 2 oudjes naast ons wonen. Ik heb ook tegen hun gezegd in het begin van, hey, als jullie iets van een supermarkt nodig hebben, laat het me weten. Hoeven jullie naar de supermarkt toe? Maar ik merk ook aan die kant dat zij gewoon zeiden van, nee, dat doen we zelf wel. Dus ik denk dat het bij heel veel leeftijdscategorieën nog veel te verbeteren valt, hoor. Toch wel? Ja, denk het wel. Ja. Ja. Maar ja, het is toch je eigen verantwoordelijkheid. Absoluut. Ja. Absoluut, ja. Maar echt naar de grote feesten in de stad, want we hebben de vierdaagse, noem maar op, allemaal afgelast. Ja, klopt. Dan moet eigenlijk de jongeren zich toch een beetje aanpassen. Ja, maar sowieso op stap kun je niet echt meer. Zegt u? Op stap kun je niet echt meer. Nee. Dus in dat geval... We roeien met de riemen die we hebben. En, dus ik doe vaak, ik heb 2 vriendengroepen en die zie ik dan zo nu en dan. Dan gaan we thuis een drankje doen. Dat vind ik beter. Want ook op het terras zitten, ja, het kan niet. Hè. Ten eerste zijn de prijzen enorm gestegen. Dus dat vind ik het persoonlijk niet waard. En gewoon thuis zitten is ook gewoon leuk, gezellig. Spelletje doen, biertje drinken, tuin naar huis. Dat vind ik ook leuk. Ik denk niet dat we het aan onze eigen verantwoordelijkheid over kunnen laten. Dat is wel duidelijk. En ik denk inderdaad dat de regering echt aanvullende maatregelen moet nemen. En hoe dat er precies uitziet, ja, dat weet ik niet. Maar er moet zeker iets gebeuren, ja. Ja, extra. Want anders gaat het toch helemaal de verkeerde kant op. Ja, zeker. En jongeren zijn natuurlijk, wij zijn ook jong geweest, laten we eerlijk zijn. Dus natuurlijk fantastisch en als je belemmerd wordt, ja, in je vrijheid. Maar gisteren was er dus een actie, ik dacht in Den Haag, maar dat weet ik niet zeker, kan ook wel Rotterdam zijn. Rotterdam, denk ik. Was het, ik. Ja, wat vond u daarvan? Het is denk ik hetzelfde probleem. Jongeren gaan makkelijk met dingen om. En als je zegt van ik laat me niet testen of ik sta niet toe dat er wordt onderzocht met welke mensen ik contact gehad heb. Ja, dat is een slechte zaak. Ja. Nee, ik denk dat iedereen, of je nou jong bent of oud, goed moet beseffen dat het een belangrijke aangelegenheid is. En dat het echt gaat om onze volksgezondheid. Dus. Ja. Ik dank u wel voor uw mening en een fijne dag. Goed zo. Ja, succes.